is precies 8 jaar geleden dat mijn voorganger aan tafel zat met de gewichtige kansspelgoeroe om de bouw van een nieuw casino te plannen. Na een uitdagend voorstel van jaren steken we vandaag de eerste spadesteek van het belangrijkste bouwproject uit de recente geschiedenis van Middelkerken in de grond. Een kroon op uw werk eigenlijk, want u doet in uw ambt eigenlijk al heel veel voor Middelkerken en nu heb je wel de kroon van Middelkerken die je naar de overheid overbrengt. Ja, dank u, maar de eer is niet alleen aan mezelf. Hè. We werken dat heel met mensen aan en het is natuurlijk... We mogen fier zijn vandaag. Het casino dat is de leidersweg van 8 jaar geweest. En eerlijkheidshalve, ik dank ook de minister omdat we de laatste 2 jaar heel wat medewerking gehad hebben. Ook van de Maritiem Dienst ter Kust. Je weet hoe lastig het is bouwen in Vlaanderen. Allerhande regeltjes. De reglementitis is groot. Maar we hebben alles op een heel deftige manier kunnen doorbreken. En we hebben nu op een heel korte termijn alle vergunningen gekregen. En we kunnen eindelijk bouwen. En ik ben ook fier dat het is niet alleen een casino. Het wordt een landmark van de kust. Het wordt een landmark voor dit land. Ieder schip dat hier passeert, zullen we zeggen, oplichten, het oplichten zien van het casino van Middelkerken. Mogen we ook zeggen dat eigenlijk Middelkerken een van de mooiste steden eigenlijk is van de kust eigenlijk? Want het is een voorbeeld hoe de kust zou moeten zijn. Ook de samenwerking met al uw mensen, want zo projecten verwezenlijken is niet altijd evident. Nee, het is vandaar dat ik zeg, er staat daar een volledig team achter, ook van onze eigen ingenieurs, van onze eigen mensen die daar constant mee bezig zijn. Het kost ook een klein fortuintje. Wij investeren 144 miljoen in totaal, want het gaat niet alleen over dit casino. We zijn ook bezig met een heel unieke zeedijk aan te leggen. We zijn daar al begonnen in Westende. Dat wordt ook doorgetrokken tot aan het Greefplein hier in Middelkerken zelf. Dus het wordt een volledig nieuwe gemeente. We leven wel in heel bizarre tijden. Ik denk dat ik dat ook wel even moet zeggen. Vorige week zaten we met de heel hevige stormen en de schrik, zeker ook voor onze mensen van het agentschap, die eigenlijk de hele nacht door moesten werken om toch maar in te staan voor die kustbeveiliging. Mevrouw de minister, vandaag moet eigenlijk de staat eigenlijk een stukje een bijzou afgeven van de kust om hier een mooi gebouw op te zetten. Ja, er komt er een prachtig iconisch gebouw, een architecturele meerwaarde, maar dat ook een teken staat van duurzaamheid. Duurzaamheid enerzijds wat het gebouw betreft, maar anderzijds ook in zaken kustbeveiliging, waarbij we met het Agentschap Maritieme Dienst en Kust ook echt mee inzetten om het hier toch een pak veiliger, een pak beter maken voor de toekomst. De gevaren natuurlijk, hier liggen hier aan de kust, daar moet al heel wat voorstudie aan geweest zijn. Daar gaat inderdaad altijd heel wat studie aan vooraf. Nu, we hebben ons masterplan kustveiligheid. We weten dat onze kust voor ruim 67 kilometer, dat die op heel wat plaatsen nog een aantal zwakke plekken heeft. Dat is ook hier in Middelkerken. Daar moeten we volop inzetten op die kustbeveiliging. En dat doen we op verschillende manieren. Dat doen we met harde infrastructuur, maar dat doen we ook met zachte infrastructuur. We zeggen altijd zacht waar het kan, hard waar het moet. Nu, die zachte infrastructuur, dan denken we vooral aan de duinen, aan tal van pilootprojecten om te zien hoe kunnen we eigenlijk ervoor zorgen dat we door eigenlijk natuurbeleving een tal van beschermingsmaatregelen kunnen uitvoeren. Maar daar waar het moet, doen we ook harde infrastructuurwerken. Dat betekent keermuren en dergelijke. En hier komt ook een golfdempende uitbouw. Dat betekent eigenlijk dat we de dijk wat meer zee-inwaarts gaan leggen ter hoogte van het casino, zodat ook daar eigenlijk meer beveiliging is ten behoeve van het casino zelf. Burgemeester, zet u zich ook in volop voor de beveiliging, wakens, fietsen, iedereen is daarmee bezig. En eigenlijk, de inwoners waren er niet zo gelukkig mee keken met argusogen. Gaat het allemaal nog voor ons nog leefbaar worden? Als je iets verandert, dan heb je altijd een bepaalde vorm van argwaan. Maar iedereen is fier op dit casino. Wij moeten ook nog iets doen aan de bereikbaarheid van Middelkerken. Wij moeten de toeristische ontsluiting met een nieuwe ophaalbrug nog doen ter hoogte van het kanaal. En dan is mijn levenstaak, laat ons zeggen, voor de gemeente Middelkerken, dan zal mijn levenstaak er wat op zitten. Ik wil dat er nog doorkrijgen, die toeristische ontsluiting van Middelkerken. We hebben een nieuwe zeedijk, we hebben een nieuw casino, we hebben al een nieuw zwembad, we bouwen een nieuw gemeentehuis, die aanbesteding is ook al gedaan. En nu moeten we nog komen dat de mensen naar hier kunnen komen in één ruk van de E40 naar hier zijn. De tram loopt hier door. Dus wij worden terug de parel aan de kust. Vandaag een grote dag met bezoek van de minister, maar voor jullie eigenlijk een grote uitdaging, want er staat een limiet op. Het moet allemaal klaar zijn binnenkort. Ja, dat klopt. Inderdaad een grote uitdaging, maar de uitdaging begon reeds bij de integratie van de verschillende programma-elementen. Dus zoals u aangaf, de minister is
verantwoordelijk voor de kustveiligheid. En dus in ons ontwerp zijn wij erin geslaagd om eigenlijk al deze elementen te gaan integreren. En om op uw vraag te antwoorden, inderdaad een heel grote uitdaging. We zijn ondertussen reeds 2 jaar met het project bezig. Heel leuk aan dit dossier is dat de gemeente ervoor gekozen heeft om onmiddellijk de ontwerpers, maar ook de administraties en de aannemer mee aan tafel te zetten. Waardoor dat we eigenlijk van meet af aan een zeer goede integratie hebben van het design, het ontwerp en van de realisatie, het bouwen van dit dossier. Dus de aannemer heeft inderdaad een vliegende start kunnen nemen, omdat zij heel goed geïntegreerd zitten in het dossier. En samen met de mensen van MDK, Maritieme Dienstverlening Kust, hebben wij dus een heel groot voorbereidingstraject gehad om de werken zeer snel van start te kunnen laten gaan. En vandaag zijn we eigenlijk bezig met de volledige definitief zetting van onze uitvoeringsplannen en gaan we dus zoals u ziet vandaag volop aan de slag.